Steinman gooit de bal makkelijk op de penaltystip. Kans daarvoor De Witte. En het is 1-0 voor Twente. De Vissen. Samacic. Met een beetje geluk langs Karnebeek. Daar is Kusatu met een vrije kopkans. En het is 1-1. Ook dit is weer een bal die eigenlijk niet te belopen was. Maar toch heeft een Katen. En De Witte kop goed. Of Vonk pakt die bal op de lijn. Ingooi Twente bij het begin van de tweede helft. Klomp en Houtuin zijn bij Heerenveen in de ploeg gekomen. Het schot is van de Vries. Het wordt geblokt. Het is een corner voor Twente. Hansma. Speelt in op Kusatu. Die zoekt de medestander. Vindt hij ook in Van Nistelrooy. Dat is een goede actie. Maar goed dat Bosker attent reageert. Goed voor Twente. Pressie dan eindelijk van FC Twente. Dat 33 jaar geleden hier de eerste wedstrijd speelde. In het stadion dat in 54 werd gebouwd waar Abel Lenstra de openingsgoal scoorde. Uitgerekend Lenstra. En waar Vonk een redding moet verrichten op het schot van Ten Hag. Nieuwe corner van Ten Kaat. Voor de goede orde, Lenstra speelde toen bij Sportclub Enschede. Schot van Steinman en die zit 2-1. De Visser. Lange halen nu richting Kusatu. Simpel voetbal en kijken waar het schip strandt. Ten Hag. Van Nistelrooy geeft Karnebeek een klap op zijn kop en krijgt rood. Frustratie bij Heerenveen is groot. Van Nistelrooy net een kwartier in de ploeg. Klompen. Abbenhuis. En dan is het nog 3-1 ook voor Twente door invaller Abbenhuis. Wat een mooi slot van 33 jaar historie in het Diekman. 33 jaar speelde FC Twente hier. Het verhuist naar een prachtig nieuw stadion tussen Enschede en Hengelo. En het neemt hier op deze manier afscheid met een 3-1 overwinning. Daar waar in het